In de omgeving van Ebergen is een mooie archeologische vondst gedaan. Dat betreft de restanten van een middeleeuwse boerderij met een daarbij behorende spieker. Vanaf de tijd van de bandkeramiek tot na de middeleeuwen hebben de boeren van Nederland hun boerderijen op min of meer dezelfde manier gebouwd. Ze trokken een skelet op van houten palen. De onderkanten van de palen werden in de grond ingegraven of geheid. Tussen de buitenste palen vlochten ze twijgen en dat vlechtwerk smeerden ze in met leem. Het dak dekten ze met riet of stro. Soms werden er gekloofde boomstammen gebruikt voor de muren of het dak. Vanaf de bronstijd leefden de boeren met hun vee onder één dak en hadden de boerderijen een woon- en een stalgedeelte. Wat een spieker is, wordt aan het einde van de video getoond. Vierkante of rechthoekige gebouwtjes met een verhoogde vloer, ondersteund door 4, 6, 8 of meer palen. Ze werden gebruikt voor de opslag van graan, hooi of andere landbouwgewassen. Spieker is afgeleid van spicarium en spica is Latijn voor korenaren. Doordat deze gebouwtjes op palen staan, liggen de gewassen droog en veilig voor ongedierte opgeslagen. Wat archeologen terugvinden van zo'n spieker zijn paalkuilen, donkere verkleuringen in het opgravingsvlak waar oorspronkelijk de houten palen hebben gestaan. Tot zover deze informatie van ons over de archeologische vondst van de middeleeuwse boerderij aan de Leugemoorsweg in Eibergen. Kom gerust even een kijkje nemen.